We zijn in het Stadsmuseum in Harderwijk, waar tot 7 januari de tentoonstelling Huszár van de Stijl te zien is. Vilmos Huszár is de minst bekende oprichter van de stijl. En hij woonde en werkte een groot deel van zijn leven in Hierden, een dorpje vlakbij Harderwijk. En het bijzondere aan dit werk is, natuurlijk is het bijzonder, hè, je herkent de kleuren en eigenlijk de vorm, alles van de stijl. Maar als je dan hier kijkt, links onderin, dan zie je het jaartal 1959. En dat is natuurlijk helemaal niet de stijl. De stijlperiode liep van 1917 tot 1922 ongeveer. Gemaakt door Huszár dus in 1959, 1 jaar voor zijn dood, hier in Hierden. En wat mij betreft zit in dit schilderij alles waar deze tentoonstelling over gaat. Vilmos Huszár is een oprichter van de stijl met Mondriaan van Doesburg, Van der Lek en Rietveld. Maar dit werk is ver na die periode gemaakt. Mocht hij dit dan doen? Ik vind van wel, want hij is Huszár van de stijl.